Niet alleen is het de lancering van jouw boek, het is het begin van de rest van je leven. Ja, zo'n waterval van gebeurtenissen geweest, van emoties. Maar allemaal zo mooi, want dat had ik ook niet verwacht. Misschien kan ik met mijn verhaal andere mensen inspireren, andere mensen die met diezelfde gevoelens zitten, met diezelfde twijfels. En die, misschien gaat dat boek, zoals voor mij andere rolmodellen belangrijk waren, ook ergens net die duw geven om de stap te zetten. En ik dacht, als ik dat neerschrijf, gaat dat misschien voor meer aanvaarding zorgen. En ja, eigenlijk denk ik dat dat voor een beetje voor deeltje toch goed is. Ik denk dat ik in de eerste plaats te danken heb aan mijn fantastische echtgenote Marianne, mijn fantastische kinderen en mijn partners. Stuit je nog vaak op onbegrip? Gebeurt dat nog? Eigenlijk weinig. De eerste keer was in die eerste week. Ik vond dat toen heel erg. Dat was een debat tussen Petra de Sutter, die hier helaas vandaag ook niet kan zijn, met wie het allemaal begonnen is. Een debat tussen Petra de Sutter en een jonge studentenleider die we allemaal kennen, die intussen zelfs op een lijst staat. En ja, zo heb ik er een aantal gehad. Op Facebook zijn er zeker negatieve reacties geweest, maar het bleef marginaal. Privacy heel belangrijk was, dus we waren gewoon even samen op de foto gaan. Zo weten jullie dat wij, dat Marianne echt bestaat. Hè? Het is niet dat je eerst, dat is al heel lang geleden.